We zijn in Beervelde, tijd is voor het eerste Belgisch kampioenschap motocross. De zon en de supporters zijn in overvloed aanwezig, net zoals de piloten. Absolute wereldtoppers zoals de Italiaan Guarnieri, de Duitser Max Nagel, onze landgenoten Clément de Sal en Ken de Dijker en nog vele anderen tekenen present voor dit BK. Een spektakel, geen gebrek dus. Het wordt uiteraard ook uitkijken naar de piloten van Motorsport Future. Dit is de categorie 85cc, waarin onze eigen Jordi van Miegem meestrijdt voor de overwinning. Tegenstand krijgt hij vooral van Brian Engelen en Tim Louis. Er wordt op het scherp van de snede gecrossed en na een spannende strijd wordt Tim Louis derde en Brian Engelen wint de cross met twee eerste plaatsen. Onze eigen Jordi van Miegem mag met een derde en een tweede plaats als tweede mee op het podium. Bij de belofte is het vooral uitkijken naar de MSF-rijder Stijn Hofman, die eerstejaars is in deze categorie. Hofman start niet helemaal mee voor in het pak en moet bijgevolg een stevigere mond inzetten om de aansluiting met de koplopers te vinden. Vooral Cedric Grobbe en Steve Tielis maken het hem knap lastig. Na twee spannende reeksen wordt Grobbe vierde, Tielis derde. Ludovic Brevers en Stijn Hofman strijden voor de overwinning. Maar het is Brevers die het haalt met twee eerste plaatsen voor Stijn Hofman met twee tweede plaatsen. Met de internationale MX2 zijn we toe aan een eerste hoogtepunt van de dag. Ook in deze reeks wordt er hevig strijd geleverd. Uitkijken doen we vooral naar onze MSF-rijders, Jens Getteman en Damon Graulus. Getteman verkeert momenteel in een bloedvorm, maar ook Graulus is steeds vooraan terug te vinden. In de eerste reeks is Getteman aangewezen op achtervolgen, hetgeen hij dan ook voortreffelijk doet. Rond half koers passeert hij koplopers Wietse Braakman en Mark Boot, om zo zelf aan de leiding te komen en die niet meer af te staan. In de tweede reeks zijn het opnieuw Wouters, Wietse, Boot, Fors en Getteman die de wedstrijd controleren. Getteman slaagt er opnieuw in de leiding in handen te nemen, maar krijgt kort voor het einde een lekke achterband, waardoor hij een lichte valpartij maakt. Op dat moment rijdt Graulus op een mooie tiende plaats rond, terwijl Dietger Damjaans bij de Nationale op stek 9 rijdt. De valpartij van Getteman zorgt ervoor dat Kevin Fors aan de leiding komt. Getteman raakt snel terug op zijn machine en eindigt nog op de tweede plaats voor Mark Boot. Dan krijgen we de internationale MX1, waarin de WK-toppers onmiddellijk hun stempel op de wedstrijd drukken. In hun spoor rijdt MSF-rijder Gunther Gijsels, die zich als tiende wist te kwalificeren op 4,5 seconden van leider De Sal. In de eerste reeks wordt er reeds op het scherp van de snede gereden. De Sal heeft duidelijk zijn zinnen gezet op dit BK en wint deze reeks dan ook voor Ken de Dijker en Davide Guarnieri, Tanel Leok en Sean Simpson. Onze sterk rijdende Gijsels eindigt op een degelijke 13e plaats en laat daarmee menig internationaal rijder achter zich. In de tweede reeks krijgen we bij de toprijders zowaar een kopie van de eerste reeks. Gijsels kent een pechreeks en moet met de machine aan de kant. Vooraan wordt er opnieuw bijzonder snel gereden en dit zorgt voor wat betreft de top 3 een identieke uitslag als de eerste reeks. Dan krijgen we de derde reeks. Deze reeks is op vlak van spanning de mooiste van de drie. Ken de Dijker slaagt erin om na een stevige remonte aan de leiding te komen, maar deze moet hij naar het einde van de wedstrijd toe terug uit handen geven. Opnieuw wordt Guarnieri derde en de Dijker tweede na winnaar De Sal. Gunther Gijsels eindigt mooi elfde, hetgeen toch wel een knap resultaat is.